Mijn ambitie was vanaf dat ik hier aantrad in 2002 om dit een echt erkend museum te maken. Het museum moet altijd zijn plek bevechten. Dat heeft wel 10 jaar geduurd. Die ene tentoonstelling per jaar waarin je het geld verdient, is voor een museum als het onze is essentieel. Wij zijn voor 70% afhankelijk van het publiek, van de inkomsten aan entree, winkel en café. Dus die bezoekersaantallen die bepalen alles. Cultureel ondernemen is volgens mij zorgen dat je in een museum een interessant, hoogwaardig aanbod presenteert wat zo breed mogelijk toegankelijk is. En als al die dingen kloppen, als dat allemaal bij elkaar komt en die mensen komen, en hè, een museum is toch een plek waar je zoveel mogelijk mensen wil betrekken in jouw eigen fascinatie en expertise en collectie. Als dat gaat lopen, dan gaan alle bijfuncties, dus je winkel, je café, je vriendenvereniging, alles gaat draaien. En dat is natuurlijk het mooiste moment wat je kunt bereiken met een museum. En dat is wat voor mij cultureel ondernemerschap inhoudt. En toen heb ik bedacht, nou, dan maken we een board of trustees. En dat is dan gewoon een artistieke adviescommissie. Dat zijn mensen die mij kunnen adviseren, niet bindend, over het beleid. Zo'n zetel in die board, zo'n chair, kost 10 mil. Minimaal, mag ook meer. En dat doe je 5 jaar. Dat Beelden aan Zee geen structurele subsidie ontvangt, maakt ons wel tot een apart bedrijf, een bedrijfsmatig georganiseerd museum. En zorgt ervoor dat we wel continu actief blijven. Die verwarming op de hoogste stand kennen we niet. Dus we weten niet beter dan dat we onze eigen salarissen moeten verdienen. Probeer zoveel mogelijk mensen over de vloer te krijgen. Kijk hoe je dat aantrekkelijk kunt maken. Maar blijf trouw aan je grondbeginselen. En dat is dat je die beeldhouwkunst in al zijn diversiteit wil tonen.